Ik ben zo'n fan van dit merk, dus dat ik het tegenkwam bij de Action dacht ik, oh my god. Het ziet er agressiever uit dan het is. Dat vind ik echt cheap, hè. Dat vind ik echt heel cheap. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je me van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin. Daar maak ik ook regelmatig video's en ook regelmatig shoplogs. En ook vandaag heb ik voor jullie weer een shoplog op dit kanaal. En dit wordt een beauty shoplog. Ik heb vooral gefocust op het lente items, dus ik kan niet wachten om jullie alles te laten zien. Als je zin hebt in deze video, doe dan alvast je duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om straks een leuke reactie achter te laten. En ook even te abonneren op dit kanaal en natuurlijk ook op mijn eigen kanaal. Dan gaan we snel beginnen. Nou, het allereerste wat ik tegenkwam, dat is echt wel meteen een beetje in die lente vibes. Maar dan nog een stapje verder, namelijk summer vibes. Dit is namelijk een summer repair en mijn ogen werden daar meteen door getrokken. Balsamo Express Spray, in ieder geval een hairspray. Die dus bedoeld is om je beschadigde haar, haar dat dus beschadigd is door de zon, om dat te voeden. Oh, het ruikt ook heel zonnig. Het ruikt een beetje als zonnebrand. Herstelt het door de zomer beschadigd haar en verbetert de kambaarheid. Goed schudden voor gebruik. Dat heb ik dus precies niet gedaan. Ik kom eigenlijk net van een zonnige vakantie. En toen had ik het al door dat mijn haar echt super droog aan het worden was. Dus dat ik dit gewoon tegenkwam is echt een blessing. Is ook limited edition. Nou, helemaal leuk. En deze was €1,79. Ook van de haarafdeling heb ik een scalp massage brush gehaald. Dus dat is een massageborstel voor het haar. Of voor het hoofd eigenlijk vooral. En dit lijkt me dus echt heerlijk. Kijk, dit is dus hoe het eruit. Het ziet er agressiever uit dan het is. Want het is dus bedoeld om gewoon zo lekker mee op je hoofd te masseren. Als het goed is. Zeer met ronddraaiende bewegingen om de dode huidcellen te verwijderen. En de hoofdhuid te stimuleren. Ideaal om shampoo in te masseren of shampoo resten te verwijderen. Reinigt en scrubt de hoofdhuid. Oké, dat hoeven we dus dan nu even niet te doen. Misschien dus wel handiger onder de douche dan. In ieder geval, deze was 95 cent. Dan heb ik ook een cleanser meegenomen. Dit is een diepe pori cleanser met houtskool van Biore. En volgens mij is dat best wel een goed merk. Ik ben daar wel eens op events geweest en toen sprak het mij eigenlijk allemaal best wel aan. En hier staat, het verwijdert en neemt 2 keer meer vuil en onzuiverheden af dan een gewone reiniger. Zuiver de poriën voor een diep gereinigd gezicht en een gladde, tintelfrisse huid. Overigens geldt voor alle producten. Ik ben er heel benieuwd naar. Mocht je iets zelf al hebben geprobeerd, laat dan even in de comments weten wat jouw bevindingen waren. En deze was €1,99. Dan even iets heel anders. Ik heb namelijk ook een spiegeltje meegenomen. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste? Van het land. Ik weet niet waar dat goed voor was. Ik weet wel waar deze spiegel goed voor is. Wat leuk is namelijk, is dat er ook lampjes in zitten. Het gaat dan zo. Oh, hoi. Hi girl. Wat dus wel even goed is om te weten, er zitten geen batterijen in, maar er zitten wel ook ledlampjes in. Die zitten hier aan de zijkant. Hier aan de voorkant heb je dan nog een soort van bakje waar je dus nog iets van sieraad of zo in kwijt kan bijvoorbeeld. Tip, denk er altijd aan om batterijen te halen wanneer je bij de Action bent. Volgens mij zijn ze daar een stuk goedkoper dan in andere winkels, maar vooral ook, soms neem je wat dingen mee en die hebben dan nog batterijen nodig. Oké, ik schrok al. Ik had hem aangedaan. Maar dan moet je dus nog wel even hier op het touchscreen dingetje klikken. Kijk, het lijkt echt net op een telefoon. Zien jullie het licht aangaan? Hoppa, gaat hij dan? Ik weet niet of het nou echt genoeg licht afgeeft. In het donker waarschijnlijk wel. Op dit moment denk ik, ja, cute. Doet het iets voor mijn gezicht bijvoorbeeld? Zien jullie nu dat er... Ja, oh, ja, er wordt best wel wat licht in mijn gezicht. Ik heb deze eigenlijk vooral gehaald voor bij mijn ouders. Want daar heb ik nog wel eens dat ik dan make-up ga doen. En dat ik echt denk, waar is het licht in godsnaam goed? Nou, met deze spiegel kan ik overal gaan zitten. Deze was maar €4,95. Oh mijn god. Dat vind ik echt cheap, hè. Dat vind ik echt heel cheap. Dan weer iets heel anders. Ik heb washandjes meegenomen. Die horen natuurlijk ook helemaal bij het hele spiegelidee. Badkamer, beauty enzovoort. We hadden hiervan ook nog veel meer mooiere kleuren. Maar ik ben een beetje zo'n saaie tut als het op mijn badkamer aankomt. Het is of wit of donkergrijs. En al die kleurtjes, ja, ik weet niet. Wordt me iets te vrolijk. Zelf wel vrolijk genoeg. 3 stuks voor €1,79. Dan vond ik dit er ook wel heel erg gezellig uitzien. Dit is een body cream van The Beauty Depth. Merk ken ik verder niet. Maar in ieder geval, dit is de Very Berry. En die zal wel Very Very Berry ruiken, zeg maar. Ja, ja, Very Berry. Het ruikt gewoon lekker zoet. Echt naar de lente. Ik ga even lekker mijn handen inkremmen. Ruikt echt lekker. Voelt ook gewoon lekker. En deze was €1,99. Nou, nu mijn handen dan toch ingekremd zijn, heb ik dus ook een manicure en pedicure set meegenomen. Hierin zit eigenlijk echt alles, denk ik, dat je nodig kunt hebben om jezelf dus helemaal manicure en pedicure te geven. 6 verschillende opzetstukjes, 2 snelheden met omkeerbare draairichtingen, met 1 LED. LED-lampje, neem ik aan. Ik heb geen idee of dit heel fijn werkt, dus ik ga dit een keertje uitproberen. Maar mochten jullie dit al hebben geprobeerd, laat in de comments weten wat je ervan vond.
vond. Daar ben ik heel benieuwd naar. En dit hele pakketje was €4,39. Dan heb ik ook deze beauty sponges meegenomen. Ik werd eigenlijk vooral gewoon getrokken door hoe schattig het eruit ziet. Het is net een meloentje. Aan de andere kant zit nog een ander kleurtje. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het zijn dus in principe aan deze kant 6 stuks. En aan deze kant ook 6 stuks. Dus 12 make-up sponsjes. En het zijn dan best wel kleintjes, dus dat is denk ik wel handig voor bijvoorbeeld rond de ogen. En die waren €1,49 per hele set. Ik kan natuurlijk niet een beauty shoplog doen zonder een masker mee te nemen. Dus ik heb hier een gezichtsmasker waarop staat Glow Away with Wild Rose Extract. En dit is een hydrating sheet mask. Ofwel een hydraterende sheet mask. Vond ik er gewoon weer leuk uitzien. Ze hebben ook altijd gewoon weer verschillende leuke maskertjes. Dus dit was hem dit keer voor 59 cent. Maar ik heb ook haarmaskertjes meegenomen. Die zijn weer van de Beauty Depth. Vond ik er super cute uitzien. We hebben hier de It Takes Two to Mango. En hier de You Two Nuts Belong Together. Hopelijk zijn ze ook heel fijn. Dit is een deep conditioner. Een revitaliserend haarmasker. En dit is ook deep conditioning. Maar hier staat meer een verzorgend haarmasker. En de ene heeft dan kokosnoot en shea butter. En de ander heeft mango en passiefruit. Of passievrucht. Leuk! En deze waren 84 cent per stuk. Ook helemaal in die vrolijke sfeer heb ik deze handzeep meegenomen. En dit is er eentje met de geur lavendel. Ziet er ook lekker lavendely uit, weet je wel. En deze is €1,39. Het is echt een flinke pot eigenlijk. 500 milliliter. Top. Dan heb ik ook kunstnagels meegenomen. Dit is echt zoiets wat ik normaal gesproken helemaal niet aanschaf. Want ik laat mijn nagels in principe altijd gewoon doen. Maar soms gaat er ook wel eens wat kapot. Ik heb inmiddels al 2 van mijn nagels moeten herplakken. Misschien is het wel slim om voortaan ook gewoon dit soort nagels te hebben. Als ik dan wel iets belangrijks moet gaan doen. Shooten of weet ik het wat. Dan kan ik in ieder geval mijn nagels zelf een beetje vervangen of bijveilen. En dan bijvoorbeeld zoiets leuks ertussen zetten. Echt super schattige kleurtjes. Zitten er 24 in. In ieder geval. In ieder geval is dit €1,39. Dit vond ik dus echt heel grappig. Ja, ik denk niet dat jullie kunnen raden wat dit is. Maar ik ga het er eerst uithalen. En dan gaan we er met z'n allen even naar kijken. Oh! Ik weet het. Het lijkt op een aardbei die in chocola is gedipt. En in principe is dat ook precies wat het moet voorstellen. Maar dit is dus een parfum. Ja. Is toch leuk? Ik vond het er vooral leuk uitzien. Ik weet het. Het is wat kinderleuk. Maar misschien ruikt het ook nog lekker of zo. Dat is namelijk waar een parfum natuurlijk om draait. Het is heel licht zoet. Het is geen zware parfum of zo. Misschien is het ook wel echt een kinderparfum. Ik weet het niet. Dat stond er in ieder geval niet op. En deze was, even kijken, volgens mij €3,95. Ja, €3,95. Dan heb ik ook wattenschijfjes meegenomen. Dat is zoiets wat ik eigenlijk regelmatig aanschaf. En deze waren 49 cent voor 80 stuks. Dan heb ik ook Love Beauty and Planet meegenomen. Dit zijn shower gels. En ik ben zo'n fan van dit merk. Dus dat ik het tegenkwam bij de Action dacht ik echt, oh my god. Deze hebben een 92% natural origin. Het is vegan. En alles draait bij hun ook echt om acts of love for the planet. Dus dat vind ik een heel mooi principe. Daarnaast ruikt het ook gewoon echt heerlijk. Ik heb hier de Rosemary and Vetiver. En hier de Coconut en Ylang Ylang. Beide ruiken echt heerlijk. Oh ja. En deze zijn dus €1,99 per stuk. Vandaar dat ik dacht, ik moet er 2 meenemen. Dan heb ik ook een amandelolie en een jojobaolie meegenomen. De amandelolie was €2,69. En die kun je bijvoorbeeld gebruiken als make-up remover. Maar ook als een haarmasker. En natuurlijk voor nog zoveel meer dingen. Laat vooral in de comments weten waar jij amandelolie vooral voor gebruikt. En die jojobaolie, daarvan staat hier dat het vooral voor huid en haar is. Die was €2,49. Beide zijn 100% natural. Laat maar dus vooral eventjes weten waar jullie zo'n olie vooral voor gebruiken. Is dat voor je haar? Of heb je nog andere tips en tricks? Zoals inderdaad make-up ermee afhalen. En over olieën gesproken heb ik ook weer de Body Contour olie meegenomen. Dit is een olie bedoeld om in te masseren in de huid. Om de lichaamscontouren wat strakker te maken. En deze gebruikte ik eerder ook al. En vond ik wel gewoon goed werken. Dus vandaar dat ik hem weer mee heb genomen. Oh, en zij noemen dat hier zelfs een anticellulitis lichaamsolie. En die is €2,99. Een deodorant van Dove. Dit is echt mijn standaard. Gewoon de original. En die is €1,79. Ook altijd handig. Dan heb ik hier nog een face scrub. En die vond ik er ook echt helemaal gezellig en lenteproof uitzien. Lijkt net alsof er echt iets van meloen in zit of zo. Met dat roze en die stipjes erin. With natural bamboo scrub en watermelon fruit extract. En deze heeft minimaal 96% natural ingredients. Helemaal leuk, helemaal leuk. Misschien is het zelfs ook wel leuk om een keertje een video te maken met dat soort natural producten of zo. Van de Action.
zeg maar even wat hardop. Laat weten of je dat interessant vindt. En mocht je dan aanraders hebben op dat gebied van de action, laat het dan ook even weten in de comments. Deze is dus om je huid lekker te verfrissen. En deze is €1,69 als ik het goed zeg. €1,49 zelfs. Dan heb ik hier ook nog van die floss stick tandenstoker dingen. Echt een heel zakje vol. Hoeveel zit er erin? 75? Oh mijn god. Zitten er gewoon 75 in. En wat kost dit? 79 cent. Nou, dat is net iets meer dan een cent per ding. Dan heb ik hier nog een Vaseline Lip Therapy. Deze is vooral bedoeld voor droge lippen. Ik denk dat we dit allemaal wel kennen. En deze is 78 cent. Nou, dan sluit ik even af met iets kleurrijks en ook weer super gezelligs. Dit zijn namelijk allemaal gekleurde eyeliners. Blauw, geel, roze en blauw-groen zou ik maar even zeggen. Beetje turquoise-achtig. Oh, ze hebben ook nog een naam. Rock the Boat, Bright Sunlight, Sweet Love en Island Oasis. Ja, ja, nee, is goed. Maar je kunt natuurlijk boven je zwarte eyeliner nog een ander kleurtje aanbrengen of zo. Creatief. En deze zijn €2,95 en daarmee zijn we aangekomen aan het einde van deze video. Nou jongens, wat ben ik weer blij met al deze beauty productjes. Ik ben echt super benieuwd om ze te gaan proberen. Zoals ik dus al zei, laat het weten als je iets hebt geprobeerd. Laat het weten als je aanraders hebt op de beauty afdeling. Misschien ook wel van de natural afdeling, zeg maar. Daarmee bedoel ik een beetje meer bio, eco, dat. Dan zouden we daar misschien ook nog een keer een video over kunnen maken. Of als je andere video suggesties hebt, dan staan we daar natuurlijk ook altijd voor open. Vergeet in ieder geval niet om je duimpje omhoog te doen als je dit een leuke video vond en even te abonneren op dit kanaal en ook op mijn kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk weer tot snel.